Vanhoof Kliniek is een forensische zorginstelling. We bieden behandeling en zorg aan mensen met een TBS-kader. En wij hebben een opnameafdeling voor mensen met een rechtelijke machtiging. Het verschil is, TBS is een strafrechtelijke maatregel. Die wordt opgelegd naar aanleiding van een delict wat gepleegd is. De rechtelijke machtiging is een civielrechtelijke maatregel. Daarbij bieden we vooral zorg en behandeling om te voorkomen dat de risico's oplopen voor de persoon zelf of voor de maatschappij. Ik heb maatschappelijk werk en dienstverlening gestudeerd. En ik heb in de tijd dat ik hier werkte, heb de jeugdgezin en contextopleiding gedaan. Contextueel werken is dat je de patiënt niet als individu ziet, maar als onderdeel van een familie waarbij loyaliteiten gelden. Waarbij rekeningen zijn doorgegeven door wat bijvoorbeeld de familie in het verleden heeft meegemaakt. Waarbij opdrachten zijn doorgegeven, misschien ook wel. Als bijvoorbeeld je moet laten studeren, je moet het goed doen in het leven. En dat stelt de patiënt soms voor vragen, maar ook voor mogelijkheden. Het interessante van het werk op een groep is dat het geen één dag hetzelfde is. Omdat je alles meemaakt met de patiënt. Dus je maakt alle emoties ook mee die ze doormaken. Van blijdschap tot verdriet tot boosheid. Ik krijg een kick van als mensen zichzelf overvallen voelen door wat er allemaal gebeurt in het leven. En als ze op een gegeven moment het gevoel weer krijgen dat ze zelf weer in staat zijn om het leven weer bij de kladden te pakken. Het mooie van het werk op de groep is dat je heel intensief met elkaar samenwerkt. Dat betekent dat je heel veel leuke dingen met elkaar meemaakt, ook pittige dingen. En daarbij is het belangrijk dat je veel zorg voor elkaar hebt. Maar dat betekent ook dat je elkaar heel goed kent en we vaak na werktijd elkaar ook nog spreken. Je moet wel stressbestendig zijn om hier te kunnen werken. Maar dat is ook vooral heel erg goed als je heel nieuwsgierig bent naar wat gedrag drijft voor mensen. Niet al te angstig in je schoenen staan, want je komt soms situaties tegen die je het hoofd moet bieden. Ik blijf hier voorlopig werken. Ja.